En een hele goede dag iedereen. Leuk dat je kijkt deze nieuwe video. Ik dacht gewoon, ik ga een video maken over wat allemaal gebeurd is in YouTube Nederland. Er is heel veel gebeurd. En ik ben gaande. En zo ga ik ook eventjes mijn eigen dingen vertellen, hoe ik erover denk en wat ik daarvan vind. En dat soort dingetjes. Ik kwam het idee achter bij Nathan, oftewel Aces. Dus ik kwam even te kijken op YouTube en ik kon niet slapen nog, dus toen zag ik gewoon, ik kan het eventjes zien en vertellen. Wie meer weet hierover, kun je intro zeker verder. Oké, mensen. Het is namelijk zo dat er heel veel gaande is op YouTube Nederland. Heel veel mensen gaan stoppen, heel veel mensen gaan minderen. En waarom ik over zeg dat ik niet ga minderen. Ik kan niet stoppen, ik heb gewoon doorgaan omdat ik het leuk vind. Ook al heb ik geen inkomsten op YouTube, heb ik ook niet. Maar goed, ik ga gewoon door. Maar goed, daar heb ik het niet over. Ik heb het over andere creators die gaan stoppen of gaan minderen. We beginnen met Don de Jong, we beginnen mee. En Don had ik al heel lang gevolgd op YouTube. En op een gegeven moment hoorde ik van hem, of ja, van hem, in zijn video. Dat ik niet op mijn YouTube. En dacht van, oké, heeft een podcast. En een podcast is gemaakt door een hele bekende podcastmaker. Ik weet niet hoe die heet, maar goed, kan niet uit. En die maakt ook podcasts voor andere bedrijven of andere creators of andere mensen. En die heeft ook gemaakt van Don. Ook een video ook gemaakt. En ook wel gemaakt. Als een podcast. En nou is het zo. Dat een podcast gaat beginnen en dan hoor ik een piep. Dus maar hoor ik zijn, hoor ik helemaal geen piep. Ik hoor helemaal niks. En nou goed, als geen piep hoort, dan gaan we een piep op. Maar ik heb vooral niks. Als ik kijk, ik kijk ook via tv. Ik kijk via de tv en zie dat je erin doet piep 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 hoort. Ik doe het ooit even op je verzet of zien of het anders is. Maar ik hoor helemaal geen piep. Dus ik vind het heel raar, dat ging er nog heel goed op. Ik hoor een piep, terwijl ik niet hoor eigenlijk. Ik dacht ook van joh, ik zag wel. Ik ga beginnen verder maken met podcast maken. Maar nee, dus ook niet. Dat ik heel jammer vind. En echt niet chill vind. Maar goed, het is ook zijn keus. Het is zijn kanaal geweest. Zijn kanalen geweest. Dus dan gaan we door. Hij heeft 1 miljoen abonnees. En iets ongeveer. En dat vind ik jammer. Dan in één keer op het hoogtepunt van zijn YouTube carrière. Want er gewoon even doorbreekt, allemaal gebroken is. En ja, sneeuwtje een beetje. En ja, ik zou het nooit doen. Ik zou gewoon rustig, wat ik heb gedaan, ik zou het gewoon vertellen. We hebben dus andere creators. En het eerste volgende is natuurlijk Enzo. En ik ga van het begin, ik ga dan het rijtje af, hoe is het begonnen. Waarom met Don en niet met Enzo? Enzo is natuurlijk ook nu een kleine knijp. Daar heel erg blij mee zijn geweest. Er kwamen in ieder geval heel veel leuke reacties. Ook al was aan het einde natuurlijk wel wanneer komen de vlogs weer terug. Dus vandaar eventjes deze update video. Wat gaat dan het schema worden van uiteindelijk mijn YouTube kanaal? Dat vind ik heel erg belangrijk om eventjes goed aan jullie uit te leggen en te vermelden. Nou, de uitleg heb ik net gedaan. Het gaat gewoon om de kleine, om het gezinnetje. Wij willen gewoon super gelukkig. Eentje. En Enzo die maakt nu 3 video's per dag. Maandag, donderdag en zondag. Maandag, donderdag en vlog. Vandaag is een extra video. Of wat anders. Of een kent. Of ook een beetje. De bank zit ook nu een beetje. Dus daar wordt ook die kant op gaan. Ik hoop toch goed van hem. Die andere kant op doorgaan. Echt wel tof. Zeker echt de moeilijkheid voor proberen voor hem. En zijn probeert hij het echt. Hij probeert echt dit soort dingen te maken voor ons, voor de kijkers. En dan nog eentje. Dat is Tio. Tio is natuurlijk net verhuisd. Net een nieuw huis gekocht. En daar moet ik even laten zien. En ik heb ook een kleintje. Maar ik weet niet hoe het gaat moeten komen. Ik vind het allemaal verder wel. En mensen gaan zeggen, joh, ze is misschien gaan stoppen. Nou, daar hoop ik niks van. Want Theo is meer dan 11 jaar bezig met YouTube. Of 10 jaar. Geen idee, maar lang.
En ik denk dat hij hier stoppen en ik ook wel iets minder gaat doen. Minder gaat werken op YouTube, want dat is ook de kleine. Maar goed, nu is het zo van joh, ik vind het gewoon heel jammer dat de mensen gaan stoppen. Oh, wat ik ook wil zeggen is dat ik ook van jou vind dat jij de ander gaat zeggen. Goh, ik ga stoppen met YouTube, ik ga verder TikTok en Instagram. Waarom? Waarom? Als je denkt dat YouTube gaat goed, ga je weer met Instagram en TikTok. Nou, ik begrijp het niet meer. Maar goed, ik heb ook een enige die het niet begrijpt. Maar ik kom er niet om. Van haar video. En jammer, ik ben inderdaad als hij gaat stoppen. Want er zijn gewoon alleen Papa Mario, Ed. Ik ga het ineens horen en ik ga stoppen. Ja, wat is er voor zin om Ed te maken voor Papa Mario? En dan nog, die Ed te doen echt op YouTube. Ja, die Ed dan lekker op Instagram of op TikTok. Je zou ook blij zijn met die Ed, of niet? Ligt het aan mij? Ik denk dat het aan mij ligt, want ja, ik hoop het mij. Nou goed, hoe zou ik het doen? Ik kreeg dat toen gedaan tijdens COVID. Ik ging ook vloggen, begon ook eerst met YouTube. Nu ben ik 8 dagen geleden begonnen met YouTube. Toen ik ook proberen te maken voor mezelf, kijken of het leuk stond. En toen begon ik met vloggen. Ook wel in het interview en ook gewoon 3 dagen tussen zitten. En wat een 4 minuutjes van de dag tussen. Dat kan niet. Help me ook niet. Dus, dat is een beetje. Als ik van joh, weet je. Dan kan COVID. En kan maar wauw, ik wil weer verder gaan met YouTube. We hebben met vloggen en YouTube algemeen doorgaan. We hebben het omgaan met vloggen vanwege COVID. Dat is uitleggen in de video toen. In die tijd van joh, en nieuwe weetjes voor jou. En ik hoop natuurlijk uit de video. Minis. Ik ga waarom ik niet toch met vloggen. En waarom? En dat vind je een beetje. En ik weet ook wel mijn lichaam, maar ik het minder mijn week voelt om te vloggen. En ik keer dingen bedenken voor jullie, elke keer dingen maken. Kom maar, de titel bedenken, titels maken. En nu moet ik meer, en nu zoals ik nu doe, al meer dan sinds COVID. En ik ben gewoon elke keer weer een video voor jullie. Dat het leuk is om te maken, voor je maken 1 keer de week. Sommige dingen zijn minder leuk, maar goed, dat maak ik wel leuk. Maar als ik voor jullie week om te maken over YouTube praten en over hoe ik dat vind. Ik heb er gewoon moeite mee als mensen gaan zeggen, joh, ik ga stoppen of ik ga minderen of geen YouTube meer. Ik ga lekker maken voor jou. Maar goed, dat ben ik. Ik ga gewoon door. Maar ik ben de enige YouTube-creator die in de rolstoel zit. Want als er andere YouTubers die in de rolstoel zitten, zijn er al minder dan op YouTube. En ik ben ook als enige doorgegaan. Maar ook Amerikaanse YouTubers niet. Ik moet zeggen, ik heb een keertje mee een video gemaakt vorig jaar. Dacht ik op dit jaar. Ik ben de enige YouTuber in de rolstoel nog in de rolstoel zit. Dus ja, en zou gewoon doorgaan met YouTube gaan, altijd doorgaan met YouTube en dan nog stoppen. Dus ja, in deze. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, zo ja. Ik denk dat je niet makkelijk kan zeggen, ik ga stoppen, ik ga nog stoppen met YouTube. Ik altijd doorgaan, dus op een andere manier. Op de toekomst, maar niet meer stoppen. Maar wel gewoon wat ik nu doe, maar op een andere manier misschien. Ooit een keer, dus ik vind het heel leuk, dus ik op het leven omhoog. Ga je niet abonneren als je nieuw bent. Dan zie ik jou elke zaterdag om 8 uur een video. Dan zeg ik gewoon tot de volgende.